Hallo, welkom in deze video, uh, wat eigenlijk een, uh, een uh, oude serie is rond de universele vlammen, maar die ik uh, als audio wou opnemen. Um, zodanig dat je de informatie op een nieuwe manier nogmaals uh, kan beluisteren. Nu, deze serie gaat over de universele vlammen um, en in, in, over, verspreid over een zevental video's ga ik je meenemen in de belangrijkste delen uh, of de belangrijkste informatie rond wat zijn de vlammen en hoe kan je ze gebruiken voor jouw eigen healing en manifestatie. Um, maar weet ook dat je daaromtrend ook nog veel meer kan uh, terugvinden op de website www.96vlammen.be ondertussen. En in het boek natuurlijk 96 vlammen die ik zelf geschreven heb en die uh, een aantal jaar terug is uitgekomen, maar nog steeds uh, heel toepasselijk. Nu in deze video gaan we het hebben over wat zijn de universele vlammen? Um, en dat zijn eigenlijk grote lichtstralen, dat hele grote bundels energie. Je moet weten dat de stralen zijn op verschillende golflengten en dus ook op verschillende kleuren, verschillende frequenties. Je zou het kunnen vergelijken met een regenboog of met licht dat je door een prisma laat schijnen. Uh, de universele, uh, sommigen noemen ze ook de heilige vlammen of de goddelijke stralen. Uh, maar ik ben geleid om ze te gebruiken als universele, omdat dat dan eigenlijk weer de religies overstijgt. Dus dat is echt, zenen, Dus de universele vlammen, of stralen, zijn ontstaan uit de bron. Net zoals dat wij allemaal ook uit die bron geboren zijn. En dat maakt ook dat we allemaal die stralen in ons lichtlichamen hebben. Tenminste, als we in onze zuiverste staat van zijn vertoeven. Want doorheen de vele incarnaties en de, de daarmee gepaard gaan de uitdagingen. Zijn onze lichtlichamen vertroebeld geraakt? En de verbinding met de stralen en desbetreffende vlammen zijn we volledig verloren. Net zoals de kennis om met die stralen en de vlammen te gaan werken. En dat is waar onder andere het bewustvorm hier om gaat. Dat we opnieuw leren van wat zijn de vlammen, wat zijn die stralen. En op welke manier kunnen we ze nu gaan inzetten om onze ascentie uh, te gaan uh, bevorderen, te ondersteunen. Elke vlam of straal, begreep dat dit over dezelfde dingen gaat. Ik ga het straks uitleggen. Maar dus begreep dat elke vlam een specifieke eigenschap in zich draagt. Nu dat we in paar gekomen zijn en we massaal aan het ascenderen zijn, of kunnen ascenderen, moet ik eigenlijk zeggen, is ook de tijd gekomen om te herinneren wat die vlammen zijn en hoe dat we ze kunnen gaan gebruiken voor ieders hoogste goed. De vlammen. Zijn energetische vlammen afkomstig van de bron? Dat heb ik daarnet verteld. Maar dus de stralen, dat, dat is dezelfde energie, maar met dat verschil dat zij bewegen van de ene plek naar de andere plek. Uh, je kan het vergelijken met wanneer dat het licht via een bepaalde hoek op een spiegel of glas schijnt. Dan ga je ook verschillende kleuren van het licht zien, wat je anders met het blote oog niet of heel moeilijk uh, zou kunnen zien. De stralen zijn er altijd. Dus de vlammen zijn ook altijd beschikbaar. En dat maakt ook dat ze jou kunnen bestaan in je groei en ascensie. En je hoeft er geen speciale um, verstrekkende wat dan ook voor te doen. En ze zijn er gewoon. Net zoals jij er gewoon bent. Nu, er zijn al verschillende boeken geschreven over de zeven uh, goddelijke vlammen. Of de sacred flames. Afhankelijk uh, van waar, in welke taal hij leest. Dus uh, zoals ik al zeg, sommigen spreken ook gewoon over twaalf vlammen. Nu, het is belangrijk om te weten en te begrijpen dat er eigenlijk op dit moment 96 vlammen beschikbaar zijn. En uiteindelijk gaat vlam 97, 98 en 99 ook beschikbaar komen. Maar dus gaat het gaat eerst over de eerste 96, waar je als mens mee kan gaan werken. Nu, de vlammen en stralen zijn op dit ogenblik veel te weinig gekend. En de beschikbare informatie is ook nog veel te ingewikkeld voor de meeste mensen... Het mag allemaal eenvoudiger. En net daarom eh, was een van mijn taken in mijn missie om het boek 96 Vlammen te schrijven. Om jou op weg te zetten in het omarmen van je eigen spirituele, spirituele ontwikkeling. Want net zoals met vele rituelen, meditaties en transformaties, mag eigenlijk alles veel eenvoudiger en kan alles ook veel alles sneller gaan gebeuren. Vandaar ook het waterman En dat is de tijd waarbij je bijvoorbeeld, eh, zoals bij Reiki. Uh, ingewikkelde rituelen en symbolen moest gaan gebruiken, dat is voorbij. En dat wil niet zeggen dat Reiki niet meer werkt, maar betekent wel dat er ondertussen veel efficiëntere methodes zijn voor healing en spirituele groei. Uh, Vergelijk het met de vaste telefoonlijn en de mobiele telefoon. Beide werken nog, beide gaan nog, maar het ene is efficiënter dan het andere. En dus daarom word je ook geleid, en word ik ook geleid, om veel meer methodes te gaan gebruiken die aangepast zijn aan die nieuwe hogere energieën op aarde. En dus ook de hogere energieën die we zelf allemaal zijn of aan het worden zijn. Afhankelijk van waar je staat in jouw proces. Nu, het leuke daaraan is, is dat het niet nodig is om alles over die stralen en die vlammen te weten. Dus je hoeft geen lijst van buiten te leren op dat je zou weten van welke vlam dat je moet aanroepen, voor welk probleem of wat dan ook. Nee. Werken met jouw intentie is voldoende. En dus doorheen deze videoserie of audioserie moet ik eigenlijk gaan zeggen, zal ik je ook meer vertellen over die vlammen en hoe dat je ze kan gaan gebruiken en hoe dat je eigenlijk jouw eigen healer zal worden. Nu mocht je niet kunnen wachten. Of wil je echt met die energie van de vlammen aan de slag? Daar raad ik je aan natuurlijk om het boek 69 Vlammen in huis te halen. Of om het programma Universele Vlammen te volgen. En dat vind je terug op de website www690 De linkjes zou je ook onderaan deze audio-video horen of vinden. Niet horen, maar vinden. <laughs> nu, um, wat belangrijk is om te weten, is dat er zeven hoofdstralen zijn. Die zeven hoofdstralen zijn degenen die het Um, op dat moment nog het meeste actief waren of konden blijven. Dat waren degenen die bewaakt geweest zijn en nog steeds. Um, maar dat is niet meer voldoende. Dus die mogen en verder gaan evolueren. Um, en dat is hetgeen wat ik uh, verder met nog een aantal andere uh, bewakers van de vlammen uh, aan het doen ben. Niet alleen de informatie verspreiden, maar ook uh, de uh, vlammen zelf gaan upgraden als het ware. Nu, zeven is een meestergetal en dat komt ook voor in andere universele wijsheden. Dus denk maar aan de zeven sterren, die verwijzen naar de zeven sterrenvolkeren die hier op aarde geïncarneerd zijn. Maar er zijn ook zeven fasen in het ascensieproces van de aarde en ook in de ascensie van elke mens. Uh, en kun je ook, uh, daar kan je ook meer over lezen in het boek en uh, ook in de videoserie rond ascensie. Dus op dit ogenblik zijn er 96 vlammen en stralen voor iedereen beschikbaar. Dat betekent niet dat er maar slechts 96 zijn. Er zijn er veel meer. Belangrijkst om te weten is dat elke straal zijn eigen kogan heeft. Dat is eigenlijk een meester, een opgestegen meester, die um, de verantwoordelijke is van die lichtstraal. En de keuze om een energie als uh, kogan aan te staan, dus als die bepaalde verantwoordelijke aan te stellen voor een bepaalde straal, heeft te maken met de spirituele evolutie en met bewustzijn van de energie. Dus dat betekent ook dat de co-gaan kan veranderen. Naarmate dat uh, de co-gaan uh, andere keuzes maakt of andere lessen geleerd heeft of wat dan ook. Je zou het kunnen vergelijken met een promotie die je kan maken in een bedrijf. Hè, waar je, ook kan, uh, je kan horizontaal groeien, maar je kan ook verticaal groeien. Je dus je kan bijvoorbeeld uh, van één dienst naar een andere dienst gaan of je kan in dezelfde dienst blijven, maar bijvoorbeeld een hogere functie krijgen. De maga-kogel is eigenlijk dan weer de verantwoordelijke van alle stralen binnen een bepaalde dimensie. Geen densiteit. Densiteit van over frequenties. Dat heb ik al in andere video's uitgelegd, of ook in boeken en blogs en weet ik waar allemaal. Um, maar dat is in een andere dimensie. En het is ook belangrijk om te weten dat op elke straal, dus op elke frequentie, werken er niet alleen die opgestegen meesters, maar er werken ook aardsengelen, engelen, lichtwezens en ook geïncarneerde zielen zoals jij en ik. En dus, je kan werken op de blauwe straal, de gele straal, de roze straal enzovoort. En dat hangt ervan af um, welke missies je gekozen hebt of welke lessen je gekozen hebt om te leren in dit leven. En die zijn dan verbonden met die straal. En dat is de straal waardoor dat je eigenlijk gaat gaan incarneren in dit leven. En dus, ook tweelingvlammen die op aarde geïncarneerd zijn, hebben een connectie met die universele vlammen. Um, vandaar dat je dan ook vaak hoort over blu-ray twins of golden ray twins, of uh, denk ook maar aan indigo's. Dat is niet zozeer verbonden met twinningvlammen, maar dat is ook hetzelfde. Die zijn verbonden met de indigo-straal, maar ook bijvoorbeeld de kristalkinderen zijn allemaal verbonden met een of andere vlam uh, um, een en een specifieke kleur, dus of een specifieke frequentie. Nu, wat is nut van te werken met die vlammen? Um, sinds 2012 is dus de manier waarop je met de vlammen kan werken opengetrokken. Zodanig dat veel meer mensen er gebruik van kunnen maken. Alleen tot op geen is dat eigenlijk nog jammer genoeg te weinig, uh, ja, te weinig aan het gebeuren. En dus zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om mee te ascenderen. En de universele vlammen zijn een tool voor het ontwaken van je talenten en je mogelijkheden. Dus waaronder ook de healing en die zelfgenezing. Nu als leerling, meester, manifestator is het belangrijk dat je opnieuw verantwoordelijk wordt voor je eigen gezondheid, in plaats van een beroep te moeten doen op een healer of reikigevers of andere holistische therapeuten, ben jij perfect in staat om je energetisch systeem opnieuw in balans te brengen. En het klopt dat je nu misschien nog ondersteuning nodig hebt, maar een goede healer en spirituele leraar zal ervoor zorgen dat je versterkt wordt. En alle diensten en services zijn er dan op gericht om jou krachtiger te maken. Om jouw energie krachtiger te maken, zodanig dat je weet, hoort, ziet en voelt wat dat je vervolgens nodig hebt. En dus dat je niet afhankelijk bent. Nu op dat punt komen die vlammen en die bijhorende straal van pas. Want van zodra dat je weet dat de vlammen bestaan, heb je alles in jou om je ascensie in handen te nemen. Want voor elk obstakel, elk probleem waar je tegenaan loopt, is er een universele vlam en straal beschikbaar. En het enige wat je hoeft te doen is contact te maken met die vlam of straal, je afstemmen op die hele energie van de vlam en het ontvangen. En dat hoeft dus niet in een lange visualisatie of meditatie te gebeuren. De bedoeling is echt. Dat je het gewoon in je dag dagelijks leven gewoon kan gaan gebruiken. Net zoals je door je uh, gsm of, je, of je sociale media zou scrollen. Dus je hoeft ook niet altijd naar een kristaltempel te reizen. Uh, tijdens een meditatie. Want voor de eerste zeven hoofdvlammen zijn er wel uh, kristallen tempels. Maar zoals je, dat ik daarnet al vertelde. Of als je hebt kunnen horen in andere video's die ik al gemaakt heb. Komen er nieuwe plaatsen bij. Um, en geeft niet elke vlam een eigen tempel. En het is ook niet noodzakelijk. Dus het is niet noodzakelijk om dat, er gebruik van te maken om de krachten van de vlam te ontvangen. Het, wat wel noodzakelijk is, is je vertrouwen en je innerlijke weten dat de vlammen heel krachtig zijn om blokkades, stromas en jezelf te hielen. Nu, uh, heb je hulp nodig in je eigen proces? Aarzel dan niet om ondersteuning te zoeken. Je kan altijd uh, mij contacteren. Dan kijk ik gewoon wat het precies is dat er aan de hand is. Of, of welke informatie hij mag ontvangen. Uh, maar zoals hij weet, vind je heel veel informatie terug in het boek 96 Vlammen. Waar je al kan leren werken met de vlammen. Maar ook via, via alle diensten en services die ik aanbied. Dus denk dan aan het programma Universele Vlammen. Uh, dus ik zou zeggen, ik kijk in de box hieronder. Of surf naar de website uh, www.schoolvoerassentie.be of www96 vlammenbe om meer te weten over wat dat er allemaal mogelijk is. In de volgende video, video 2, ga ik jou leren hoe dat je eigenlijk die vlammen kan aanroepen. Maar voor wat nu, zullen we het hierbij houden.